Hey. Wat ben je aan het doen? Ik ben thumper aan het doen. Thumper. Thumper. Een game waar Emiel bij zweert in VR, die ik nu in niet-VR aan het spelen ben. Maar ik kan me ook niet voorstellen dat het echt heel relaxed is in VR. Emiel zegt dus dat je er niet misselijk van wordt in VR. Maar ja, ik weet niet of dat helemaal waar is. Ik heb nu echt al... Ik ben een soort van buiten mezelf aan het treden, terwijl ik dit aan het... Ik zie niet eens wat ik aan het doen ben, joh. Ik weet niet eens waar ik ben op dit moment. Wat? Maar god. Ik overleef het ene grapje met dat. Dat gebeurt gewoon. Dit, ik zit nu in level 4, pas. In stage 10. En het is godverdomme, wat gebeurt er allemaal? Het is zo intens. En er zijn volgens mij... Volgens mij zijn er 10 levels. En level 4 ziet er al zo uit. Overleven toch niet? Het is niet iets wat je lichaam aan kan om te overleven. Word ik nou een level teruggezet? Echt? Is dat nieuw? Nee. My god, nee toch niet. Ik mis de helft van die dingen. Nou weet ik dat ik ze hier niet per se nodig heb. Oh, dat is dom. Oh my god, maar dit is dus een soort van Guitar Hero, Wipeout, rhythm game, met heel veel lichtjes, kleurtjes, dingetjes. En de mechanics zijn vrij simpel. Je gebruikt namelijk overwegend de X-toets en je directional pad, heet dat zo? Ik weet het niet, het is je knuppeltje. En dan doe je verschillende dingen mee. Af en toe moet je omhoog springen, af en toe moet je naar beneden beuken, want dan kan je een soort van aanval doen. Nieuw in level 4 is dat ik van banen moet switchen. Wat best wel intens is als je zo snel gaat. Je gaat ook steeds sneller. En ik probeer het vooral gewoon bij te houden, zonder een epileptische aanval te krijgen. En het kost heel veel moeite, terwijl ik aan het praten ben. Dus ik geef de extra de schuld van dat ik de helft afging, maar eigenlijk is het gewoon mijn eigen schuld, want ik kan het gewoon niet zo goed als dat deze game van me wil. Het is heel confronterend een game als dit. Je merkt wat je eigen kunnen is, als gamer zijnde, en je hand-oogcoördinatie. Je merkt ook dat leeftijd op een gegeven moment part begint te spelen, terwijl ik helemaal niet zo oud ben. Wow, dit is intens. Maar hoe lang zou dit doorgaan? Dat is een vraag. Niet zo lang. Oké. Nu ben ik stage 11 van level 4. Mijn god. Is dit een boss fight? Denk het wel, denk dat het een boss is. Ze zijn heel abstract, de bosses. Ze hebben heel veel kleurtjes. En als je vervent blower bent of gebruiker van andere narcotica, dan kan ik me voorstellen dat dit fijn is om de hele dag te doen. Ik denk dat ik, als hier geen vordering in zit in dit level, dat ik er wel mee ga stoppen. Want ik voel een soort van branderig gevoel in mijn oogkas opkomen. Van kleurtjes en wat is dat in hemelsnaam wat er op me afgeschoten? Dat is nieuw, dat ken ik nog niet. Dat moet ik blijkbaar ontwijken. Maar dit is niet heel goed voor je om heel lang achter elkaar te spelen, denk ik. En met name niet in VR ook. Dus, ja. Ik vraag me af, laat het in de comments weten of je dit ook speelt, en dan wel in VR of zoals ik het nu speel. En hoe ver je bent op dit moment. Heb je hem al uitgespeeld, dan heb ik het zwaar respect voor je. Heb je hem nog niet uitgespeeld, dan snap ik je. Maar god, temper. Ik ben wel benieuwd hoe dit is in VR. Ik ga hem niet goed in. Boom. Bam. Klabammer. Kut. Dat moet ik ingedrukt aan natuurlijk. Oh. Ah, ik kan niet van baan wisselen als ik hem. Aha. Kut. Je moet het kunnen. Dat zeg ik de hele tijd tegen mezelf in deze game. Oké, nu snap ik het.
Haha, pauw. Moet ik er nog twee. Elke boss heeft ongeveer 4 stages. Soms 3, soms 5 geloof ik. Oh mijn god, dat ging zo snel. Het kut is ook dat zo'n boss stage, die moet je achter elkaar doen. Dus ik begin nu weer helemaal vooraan. Het is echt niet goed voor mijn hart en voor mijn ogen, voor mijn hersenen. Het is gewoon niet goed. Het is gewoon niet goed voor je deze game. Ik vraag me ook af aan hoeveel soorten verschillende LSD door elkaar de ontwikkelaars van deze game zaten. Want wil je dit verzinnen dat je dit graag wil doen, dan moet je echt, dan heb je gewoon een infuus van. Dan zit gewoon een LSD infuus. Oké. Okay. Stage 1 van de boss was het. Kijk, die gaat nu. Kut. Stage 2 van de boss. Leventje erbij. Komt ie. Ah, die moet ik indrukken. Oké. Okay. Oh man. Oh nee. Oké, dat is dus de hele tijd wat er gebeurt. Dat je tegen jezelf zegt, oh nee man, je kan het niet, je kan het wel. En dan gaat het fout en dan gaat het soms goed en dan... Er schijnt nu ook een straal in mijn ogen. Dat is ook fijn. De natuur is ook tegen me. Die wil niet dat ik win. Ik haat je moeder natuur. Ik haat je stumpen. Ik haat mezelf ook in deze keer. Gewoon met rust. Laat me alleen. In mijn onkunnen. Om deze... Stop met schijnen! Ik kan niet zo gamen. Het gaat alleen maar slechter zo. Oh mijn god, ga weg. Stop, weg. Laat me thumpen.